Stel uzelf voor in exact 30 seconden. Mijn naam is Els Ampe. Ik wil me inzetten voor alle doeners die Brussel doen bewegen. En wie zijn de doeners? Mensen zoals jij en ik. Mensen die vooruit willen. Ik heb thuis 2 pubers en 1 die pas tiener is. Wij wonen in Laken en net zoals vele moeders werk ik. Ik ben schrijfster en politica en ik kom op voor de Brusselaars in het Vlaams parlement. Ik sta op de eerste plaats van de Open VLD-lijst. Waarom stapt u in de politieke strijd? Ik vind het gewoon niet kunnen dat jonge ouders vandaag moeten vechten voor een plekje op school of in de kinderopvang. En dat de kwaliteit van het onderwijs van onze kinderen minder goed is dan dat wij genoten hebben. Of hoe is het nu mogelijk dat er nog steeds geen metro ligt tussen Brussel en Vlaanderen? Als kind zou ik dat gewoon niet geloofd hebben en iemand moet daar toch voor strijden. En het is Vlaanderen die daarover beslist. Ik denk dat veel Brusselaars dat niet beseffen. En ik ga doelstellingen formuleren in het Vlaams parlement. Daarom ben ik kandidaat. Ik wil voor dat onderwijs de lat hoog en de drempel laag. Dat wil zeggen dat er plek is voor iedereen, maar dat je op het einde van de rit, als je diploma haalt, dat diploma ook garant staat voor kennis, kunde en meertaligheid. En daarnaast ga ik mij niet beperken tot de gemeenschapsbevoegdheden. Ik wil die bruggen tussen Vlaanderen en Brussel echt wel bouwen, zodanig dat die metro tussen Brussel en de rand, dat die er gewoon komt. Welke quote heeft u gekozen? Mijn favoriete quote is: alles is onmogelijk tot iemand het doet. Dat is een quote van Batman. En wat ik cool vind aan het Batman-verhaal is dat hij een rechtvaardige stad wil waar iedereen vrij is en dat hij daar zelf voor de handen uit de mouwen steekt en zich beroept op technologie. En ik pas die quote ook toe in het dagelijkse leven. Ik probeer grenzen te verleggen, ook in de politiek. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Maar voor mij is er niet één politiek voorbeeld. In het dagelijkse leven zie ik heel veel mensen die mij inspireren. Vooral degenen die echt in iemand geloven. Die kunnen het verschil maken en daar kijk ik naar op. Bijvoorbeeld een leraar die in iemand gelooft in de klas. Dat kan voor dat kind echt het verschil zijn tussen slagen of falen. Wat zijn uw politieke interesses? Ik interesseer mij vooral voor het wegwerken van barrières die doeners ervaren en of dat nu mensen zijn die voor zichzelf werken of die iemand anders helpen. Die muren, die komt iedereen tegen. Die muren zouden er eigenlijk niet moeten zijn. En ik luister naar mensen die mij die barrières omschrijven en ik doe daar iets aan, want ik vind dat de politiek er moet zijn voor hen. Ik ben vooral geïnteresseerd in oplossingen voor concrete problemen. Bijvoorbeeld, waarom moet er zoveel papieren ingevuld worden vooraleer je maar een bepaalde job kan uitvoeren. Er is een heleboel administratie die eigenlijk niet nodig is. Wat kan er anders en beter in de politiek? Wel, mensen hebben het recht om te weten wat politici doen en beslissen met hun geld, voor en achter de schermen. Kan jij je inbeelden dat je perfect zou weten wat een politicus doet en beslist? Wel, zo zou het eigenlijk moeten zijn. Ik eis transparantie en dat is veel meer dan alleen maar politieke beslissingen op een website droppen. Ik vind ook dat de macht veel meer bij de volksvertegenwoordigers moet liggen en minder bij de partijen. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb een voorwerp meegebracht dat ik spijtig genoeg heel vaak nodig heb. Het gaat om mijn puffertje. Ik heb astma. En dan begrijp je misschien waarom ik zo boos word als politici tegen de metro zijn of doelbewust file gaan creëren, want dat heeft natuurlijk meteen impact op mijn adem. Voor mij is luchtkwaliteit dus geen vaag verhaal van de lange termijn, want als er smog is, dan kan ik niet fietsen. En dat geldt voor heel veel mensen. 1 miljoen mensen in België hebben astma. En voor al die mensen, en ook voor mij is het heel belangrijk dat er fietsinfrastructuur is, dat er elektrische auto's zijn, elektrische bussen en voetgangerszones, want dat maakt voor ons echt een verschil.